Voor veel mensen is het vertier ver te zoeken in deze tweede lockdown. Want ja, bijna alles is dicht. Buurthuizen zijn nog wel open en dus wordt daar gretig gebruik van gemaakt. Overal gesloten deuren, maar hier in de Kopernikkel mogen ze nog steeds mensen ontvangen. En dat is nodig, vinden ze. Omdat er best wel veel mensen verloren lopen en echt geen netwerk of vangnet hebben als, in tijden als dit. Dus dat er dan mensen echt eenzaam verkommeren. In het buurthuis komen allerlei initiatieven samen. Zo is er bijvoorbeeld een naaiatelier. Ik vind het gewoon gezellig om hier te zijn. Ik vind het fijn om naar de mensen te luisteren. Maar ik vind het ook fijn om mijn verhaal kwijt te kunnen. Dus dat stukje eenzaamheid is net zo goed voor mij dat ik dat oplos op deze manier. Mag jij het volgende stukje ook nog lezen? Want dit was een heel kort stukje. Hè? Ook wordt er taalles gegeven. Ik ben niet goed in spelling en zo. Dus ik wil wel een goede pre-advies krijgen, omdat ik naar een goede school wil. Want op school kan je de juf niet alleen jou helpen, want ze moet ook andere kinderen helpen. Met de juiste maatregelen kunnen de deuren hier dus open blijven. Om er te kunnen zijn voor elkaar, zo is het eigenlijk bij ons.